vandaag. This next story you gotta love. Tonight, the car we all dreamed about as kids is a reality. A Massachusetts company founded by MIT graduates has created the flying car. Ja, een paar jaar geleden nog breaking news met een hoog, nou dat moeten we nog maar zien gehalte. Maar inmiddels in Nederland te koop de vliegende auto. Verkeersminister Schultz die vraagt zich af of Nederland er klaar voor is. Maar noemt de vliegende auto als een van de nieuwe vervoersmiddelen om de verstopping op de weg tegen te gaan. Wij moeten denk ik toch vooral doen met de weg, het water, het spoor, zoals we het kennen. Nieuwe technologieën die we misschien nog niet kennen. Maar misschien de vliegende auto dan toch maar. Ja. In de luchtvaartwereld bestaat nog wel wat scepsis over de haalbaarheid van een auto die rijdt en vliegt in Nederland, boven Nederland. Joris Melkert, goedemiddag. Fijn dat u hier bent. Luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. U ziet beren op de weg? Nou, ik zeg altijd, er is een ja en een nee. Die dingen die gaan er gewoon komen. Het kan gewoon. In Brabant wordt het al bewezen. Er zijn sinds 1917 al plannen voor. Vanaf de jaren 50 al tientallen gemaakt. Dus technisch misschien kan het gewoon. Ja, ze zijn er ook al. Ze zijn er gewoon wonen. Ja. Je kan ervoor intekenen. Binnenkort gaan kopen. Geen enkel probleem. Dat gaat gewoon lukken. Dat is fantastisch. Maar als je dat wil zien als de oplossing voor het fileprobleem, dan kom je toch wel een paar praktische dingen uit. Ja, noem er eens eentje, want er zullen er vast nog wel meer zo meteen voorbij komen. Laat ik een mooi voorbeeld geven. Ik kijk vanuit mijn kamertje in Delft uit op de A13. Dus de drukste snelweg tussen Den Haag en Rotterdam. Iedere middag staat het vol. Stel je nou eens voor dat ik daar met mijn vliegende auto rijd. Ik denk, file, ik ga opstijgen. De vraag is even, waar ga je dan naartoe? Nou, links ergens kan niet willen staan kantoorgebouw, dus moet maar boven die weg. Ben ik bijna bij Rotterdam, vlieg ik door de aanvliegroute van Rotterdam Airport. Gaat hem denk ik niet worden, vrees ik. Vincent Evert is ook hier trendwatcher, videoblogger over techniek. Misschien ben jij dat wel, die dan over die A13 vliegt? Nou ja, ik denk dat er een paar dingen moeten gebeuren voordat het echt een flink gedeelte van het verkeer kan gaan oplossen. Dat denk ik dat het nooit zal doen. Maar eerst moet het elektrisch worden, dat het niet zo'n teringherrie is. En ten tweede moeten die dingen zelf gestuurd worden door computers en niet door mensen. Want dat zou de ongelooflijk grootste zooi worden aller tijden. En daar zijn ze dus nu mee bezig. Om dat soort dingen te ontwikkelen. Maar daar zijn we nog wel 10 jaar mee bezig. Maar jij hebt ingetekend op een supersonisch exemplaar. Dat alles in zich heeft wat je nu noemt, toch? Ja, dus dat was inderdaad, dat is inderdaad het exemplaar wat geheel elektrisch is, zelfsturend. Ongeveer 400 kilometer ver kan, een megawatt. En die zou in 2018 wordt aangekondigd hoeveel die kost en wanneer je hem kunt krijgen. Dus dan ben ik nog even heel benieuwd naar wanneer dat gaat gebeuren. Ja, net heb je plaatjes laten zien. Joris Melk, toch wel gaaf om te zien, hè? Fantastisch, ik ga graag mee. Toys for boys en girls, uiteraard. Technisch is het fantastisch. Alleen denk ik een land als Nederland daar niet zo geschikt voor is. Maar waarom? Wat dat betreft denk ik van, joh, als op een gegeven moment die dingen echt zelfsturend zijn, dat je mensen niet meer nodig hebt, want dat is eigenlijk een ramp. Hè. Ik zie al dat iedereen gewoon gaat beslissen waar die moet gaan opstijgen en weer gaat landen. Maar het is trouwens, hij heet de Terra Fugia, als mensen dat willen kijken. Terra Fugia is een waanzinnig gelikt Silicon Valley droomding. En dat je dan denkt, echt, dat wil ik gewoon hebben. En ik denk in Nederland, 90% van Nederland is gewoon leeg. Zit alleen maar bossen en weien. En het aantal wegen is 1%. We hebben ruimte genoeg om even ergens heen te gaan en op te stijgen. Maar we moeten gewoon zorgen dat het veilig is, dat het makkelijk te organiseren is. En ik denk ook van dat we het niet doen met allerlei knetterende, zeg maar, helikopterachtige gebeuren. Want dat maakt zoveel herrie. Dat gaat nooit wat worden. Ja, verslaggever Joris Kreugel die is naar Raamsdonk-Veer gegaan. Bij het bedrijf PAL-V heeft hij kennis gemaakt met de eerste Nederlandse vliegende auto van pionier Robert Dingemans. Een stuurtje, 3 beeldschermen, een lekker kuipstoeltje, een pookje om het vliegtuig te bedienen. En ook gewoon dat je een schakelbak. Hè. Met links en naar rechts bewegen kan je bochten maken naar links en naar rechts. Als je hem naar je toe trekt, dan haal je de snelheid er een beetje uit en dan gaat hij stijgen. Als je van je afduwt, dan maakt die harde snelheid en op een gegeven moment gaat die dalen. Dus dat is de functie van de stick. Gaat al aan. We starten nu gewoon even met vliegen in de lucht. Dat is het makkelijkste in eerste instantie. Wauw. Nou, je voelt het al gelijk goed aan. En dan heb je nog helemaal geen instructie gehad. We zitten ergens volgens mij in Oostenrijk, hè? Ja, klopt. In de simulator kunnen we heel veel vliegvelden simuleren. Maar wij hebben een voorkeur onder andere voor Innsbruck, omdat het zo'n mooie omgeving is. En tussen de bergen, rechte beeldscherm, zie ik de landingsbaan. Ja, het mooie is, je kan landen zonder dat je überhaupt gas hoeft te geven. Dus doe je gas maar helemaal dicht. Ja. Ik rijd het grasveld in. Ja, dat geeft niet, want een standaard baantje is meestal gras. Maar je hebt nu gewoon goed aan de grond gezet. Het is waanzinnig.
Dat is het ook. Maar dit is dus een landingsbaan? Of kun je gewoon vanaf de snelweg zeggen van nou oké, we gaan omhoog nu? Natuurlijk zou je willen opstijgen en landen overal waar je bent. Nou, kijk, een vliegveld is natuurlijk een groot woord. Wij praten over airstrips. En dan moet je je veel meer een grasbaantje voorstellen van 200 meter. En dat is het mooie aan een vliegende auto. Je rijdt vanuit je garage naar dat plekje. Je vliegt ergens, je landt ergens en je rijdt weer door naar de plek waar je moet zijn. Een grote loods en daar staan er twee in. Eentje is een voorbeeld, daar kun je met z'n twee in. En hier staat de prototype, die gaat ook daadwerkelijk de lucht in. En die heeft drie wielen en je kan er met één persoon in, hè? Ja, klopt. Want een goed vliegtuig is altijd een driewieler. Het is niet veel groter dan gewoon een personenauto, hè? 4 meter lang, 2 meter breed. Als je hem uitklapt, zoals je ziet, wordt hij veel groter. Want die staart klapt uit, die rotor is toch 10 meter doorsnee. De meeste mensen denken, hé, dat is een helikopter, maar dat is helemaal niet zo. Je zit straks gewoon gezellig met z'n tweeën naast elkaar. Je krijgt een beetje het gevoel alsof je in een Formule 1-auto stapt, hè? Het gewicht bepaalt hoe ver je komt en hoe efficiënt je vliegt. Heeft een vliegtuig ook niet de luxe van een topauto, maar heeft veel meer de uitvoering van een basic sportscar. Stel dat ik nu op zou stijgen en richting Parijs ga, hoe lang doe ik daar dan over? 2,5 uur ongeveer. Ik kan zo'n 500 kilometer vliegen, omdat het rechte lijn is. Is Nederland er klaar voor? Ja, Nederland, net als alle Europese landen, hebben een soort regelgeving die Europees wijd is. Dus ook Nederland is er klaar voor. Maar dat zegt de minister nog niet, hè? Nou, waar de minister op reageert is al die concepten die je ziet, wat eigenlijk helemaal geen vliegende auto's zijn, want dat zijn een soort elektrische helikopters, waarvan men denkt, die gaan we in de gebouwde kom gebruiken. Maar ja, gaat er iets mis, dan heb je slagersmessen die mensen op de grond, zeg maar, kapot hakken. Wat kost dit? 5 ton. Daarna hebben we een sports edition, die kost basisversie ongeveer 3 ton. Het is dus echt voor de rijken? Het is voor de rijken of mensen die hem delen met elkaar, taxiservices. Ja, en uiteindelijk zijn er ook leger, politie, militair, dus ja, je start een industrie. Stel dat er straks een miljoen van deze door de lucht gaan, wordt het dan niet een enorme chaos? Want je hebt geen stoplichten. In Nederland is maar 2% weg, terwijl in het platte vlak heb je dan al 100 keer meer ruimte. Met de derde dimensie heb je 1000 keren meer ruimte in de lucht. Maar je moet natuurlijk op knooppunten wat gaan regelen. Dus NASA heeft ooit Highway in the Sky bedacht. En dan deel je de lucht in virtuele tunnels. Dit is de toekomst? Dit is zeker de toekomst, ja. En hij is al heel dichtbij, want volgend jaar, aan het eind van het jaar, gaan we de eerste aan klanten uitleveren. We hebben klanten die nu aan de Fly Drive Academy in Zeppen hun lessen aan het volgen zijn. Met 25 uur, 30 uur kan je lessen hebben. En ja, die zijn straks klaar om, zodra wij hem hier uit deze hal naar buiten rijden, eind volgend jaar, om hem dan te gaan gebruiken. Ja, Robert Dingemansen van Palvi, waar ze dus van die vliegende auto's maken en hebben en verkopen. De toekomst is dichtbij, zegt die Joris Melkert aan die vliegende auto uit Raamsdonkveer. Kost tussen de 3 en de 5 ton. Er zijn er dus al een paar verkocht. Ja, het klinkt als heel handig, maar wel voor rijke mensen dus. Ja, voorlopig is het nog wel ver van de middenklasseprijs af. Mm-hmm. Maar goed, je moet ergens beginnen. Dus voorlopig zou het mooi zijn als dit gewoon gaat lukken. Gedeelde auto's, vliegende auto's. Wat dat betreft, als je dat ding niet zoals wij alle auto's evers, 30 ja? minuten per dag gebruiken, maar echt gewoon dat je er een beetje... Auto's dan kan het, ook echt heel erg goedkoop, kan het ook echt heel erg goedkoop zijn. Dus ik vind het wel heel dapper dat ze hiermee bezig zijn en dat ze dit doen. En ja, en 5 ton is een mooie... 3,5 ton tot 5 ton is een mooi begin. Mm-hmm, ja, nou, ik sta er toch wel een beetje van te klapperen met de oren, omdat ik het toch altijd nog erg Donald Duck vond. Zo van, nou ja, dit is... heel futuristisch, maar dat het zo dichtbij is dat we er, nou ja, als kon nu al mee boven de weg konden vliegen. Ja, als je technisch is het geen enkel probleem. Al sinds de jaren 50 kun je die dingen gewoon op diverse plekken in de wereld zien verschijnen. Mm-hmm. Ja. Ik heb 5 jaar in Amerika gewoond en daar is overal zijn er van die airstrips waar kleine props gewoon opstijgen en mensen gebruiken dat. Zijn helikoptertjes dan? Nee, dat zijn van die kleine vliegtuigjes, maar mm-hmm. Twee van die fans die dus van die props motoren. Slagersmessen waar. Slagersmessen. Ja, hij weet wel leuk hoe hij die drones even positioneerde. Dat was al de toekomst is wel inderdaad dit, maar die drones dat is niks. Maar goed, daar is het heel normaal om gewoon eventjes een paar 100 kilometer om dan het vliegtuig te nemen. Dat kost ook heel erg weinig. Het opstijgen kost ook heel weinig. De vliegvelden zijn goedkoop. Die zijn ook overal. Er is iets meer ruimte. Maar als wij daar ons op instellen, net als wat ik zei, als het gewoon lekker stil kan zijn, elektrisch en zelfsturend, dat je niet meer zo'n brevet hoeft te hebben, dan is dat over 10 jaar een grote toekomst. Maar die begint volgend jaar in Brabant. Oké, maar dat is dus hartstikke leuk. Lost dat, Joris Melkert, ook het fileprobleem op? Nee. Ik denk dat je die gedachte gewoon helemaal los moet laten. Oh, daarvoor doen we het niet. We doen het voor de plekken waar het druk is in het land, daar kun je dat gewoon niet erbij hebben. Er staan huizen, er staan mensen die dat allemaal niet fijn vinden, dat er iedere dag zo zoef voor een huis zo'n ding langskomt, iedere paar minuten. Die gedachte moet je loslaten. Als je zegt, ik heb veel ruimte. En er zijn best plekken in ons land waar je die ruimte hebt. Maar ook landen als Amerika, Australië. Daar heb je dat
wordt dat veel makkelijker. En misschien gaat het van daaruit gewoon komen. Maar ik wil daar toch even zeggen dat het dan heel handig is dat je een auto hebt. Dat je even naar. Want je hoeft maar 5 kilometer ergens te rijden. Met je auto naar je vliegende auto. Dan heb je 5 kilometer om ergens heen te rijden. Daar is wel een of andere strip. En dan kun je omhoog. Je kunt het niet op de snelweg doen. Je kunt het niet zeg maar op het allerdrukste gedeelte. Maar er is genoeg plek in Nederland waar je makkelijk op kunt stijgen. Dus daar gaan we dan ervaring mee doen met dat ding. Maar helaas, de file wordt hiermee niet opgelost. Ja, maar waar is het dan nogmaals geinig, hartstikke leuk. We willen er allemaal een keer in mee. Waar is het dan goed voor? Behalve nou, ik vrees dat gewoon een nieuwsmarkt zal blijven. En dan kom je op een klassiek probleem met het ontwerpen van vliegtuigen. Je wil dat zo licht mogelijk doen, want je moet alles van de grond aftillen. En als je een auto ontwerpt, zul je moeten voldoen aan de eisen van de auto. Er moet een bepaalde crashwaardigheid in zitten. Dat kost je allemaal gewicht. En dat wordt gewoon een slecht compromis. Crashwaardigheid. Als je ergens tegenaan rijdt, dan wil je dat gewoon overleven. Ja. Je wilt een bepaalde constructie om je heen hebben. En dat kost allemaal gewicht. In een kleine vliegtuig heb je dat gewicht eigenlijk niet. Heb je de ruimte niet voor. Dat kost gewoon te veel vermogen. Dus gewoon technisch gezien wordt het gewoon een slecht compromis, vrees ik. Maar het blijft wel een heel leuk compromis. En er moet dus van alles voor geregeld worden. Want u zei al van straks vliegen ze langs je flat. En dan vind je dat ook lastig. Zoals je het nu ook vervelend vindt als er snelwegen zijn. Die zorgen voor vervuiling. Dus er moet ontzettend veel voor geregeld worden. Mevrouw Schultz hoorden we in het begin even. Die zei, nou, het is misschien wel een mogelijkheid, maar waar moeten we beginnen om het mogelijk te maken? Nou ja, de vraag is alleen waar mag je vliegen? Nu mag je niet op lage hoogte vliegen. Je mag dus nu niet van een weg opstijgen. Je moet nu naar een vliegveld toe. En die hebben we niet zo heel erg veel in het land. Als je veel van die airstrips hebt, dan wordt het al een stuk makkelijker om dat voor elkaar te krijgen. En dat vond ik wel leuk. Als Schultz wil wel experimenteren. Ja. Ze doet heel veel met die zelfsturende auto's. En ik denk ook op dit gebied is het ministerie echt bezig om daar wetgeving door te maken. Nou, voor dit soort vliegtuigen is er überhaupt al wetgeving dat je met relatief weinig tijd een brevet kunt krijgen. Hè? 40 uur geloof ik. Nou, dat is toch nog aardig op te brengen. Dus je hoeft niet jarenlang te gaan oefenen. En ja, als er de eerste 100 van deze vliegtuigen zijn uitgeleverd, dan gaan we hier gewoon ervaring mee opdoen. En dan zien we of het en is werkt. Het dan niet al achterhaald met alles wat er nu met drones en zo bezig is? Nou, dat zal op een gegeven moment wel een beetje in elkaar over gaan vlooien. Het lijkt natuurlijk allemaal een beetje op elkaar op een gegeven moment. En dat is toch heel mooi, denk ik dan. Ik denk dat er een paar grote dingen aankomen. Dus elektrisch, over in het jaar 2020 zullen we accu's krijgen die 10 keer zo sterk zijn per kilo, dan kunnen we zo'n vliegen gaan gebruiken waar je ook echt afstanden mee kunt overbruggen. En dan die zelfsturing, dat gaat gewoon door. Er gaat nog heel veel gebeuren, maar niet volgend jaar. Wanneer land jij hier op het Mediapark met jouw Terrafugia? Ja, ik hoop 2025. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Mogen we Melkert en ik dan even mee, hè? Ja, bel maar eventjes, zou ik zeggen. Ik kom je eerst even ophalen. Oh, dat is prima, prima. Oké, hartelijk dank. Veel plezier alvast met de voorpret, Vincent. Mijn zelfrijdende auto vind ik ook al heel exciting. Hoor. Ik rijd hier gewoon lekker zonder handen mee heen. En dat vind ik al fantastisch. Oké, toch blijven opletten. Vincent Even, trendwatcher en videoblogger over techniek en internet. En Joris Melkert, luchtvaartdeskundige. Dank beiden. Graag gedaan.